Wesley, wat een wedstrijd. Je moet hier met rust denk ik met 4-5-0 voorstaan en het is 2-1. Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat het ons, onszelf onnodig moeilijk maken. Ja, en dan krijg je nog een 2-2 tegen en dan is het alles of niks. En uiteindelijk schiet Arif netjes 3-2 binnen. Hun krijgen eigenlijk geen kansen en scoren toch 2 keer. Ja, ik denk dat hij misschien 2 keer op de goal heeft geschoten heel de wedstrijd en 2 keer schiet ze hem binnen. Dus ja, dat mogen we onszelf wel verwijten. Alleen aan de andere kant kan je misschien ook wat je zegt bij rust al 4-5-0 voorstaan. Dan heb je helemaal niks meer te vertellen. En dan speel je gewoon de wedstrijd rustig uit. Maar goed, uiteindelijk we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Geeft dat karakter aan dat jullie dan toch nog voor die winnende gaan? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we gaan hier bij de pakken neerzitten en we weten wat er op het spel staat. Dan is het even niet meer belangrijk hoe je wint, als je maar wint. En dat zit er bij ons wel goed in. Als je zelf wint, dan kan je kijken wat de concurrent gedaan heeft en die speelt gelijk. Ja, nou, dat is mooi meegenomen. Dus dan lopen we weer 2 puntjes uit. Kijk, en dat is gewoon heel mooi. Het zijn nog 5 wedstrijden, geloof ik. Dus is prima. Een van die 5 wedstrijden is aanstaande maandag al tegen GVV. Wat verwacht je dan voor wedstrijd? Ja, het zal weer een wedstrijd zijn waarin we keihard moeten knokken voor de punten. Die gaan ons ook geen cadeautjes geven. Dus het is even afwachten ook met de weersomstandigheden. Vandaag was het nogal weierig. Dus we zullen het zien. Wat verwacht je voor uitslag? Ik denk dat wij met de overwinning aan de haal gaan. Daar gaan we voor. En dan richting de platte K? Ja, laten we eerst maar gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En dan eind van de rit staan wij op de platte K.